Ik ben Owen Jijke, ik ben 28 jaar. Dit is mijn eerste jaar bij VVSB. Ik ben werkzaam als personal trainer, woonachtig in Zaandam. En dit is mijn eerste jaar bij VVSB. Wat is je positie in het veld? Ik ben een centrale verdediger. En dat kan zo zijn in een 3-5-2 dat ik de middelste van de drie ben. Of de rechter centrale. Dus daar gaat mijn voorkeur wel naar. We hebben een aantal dilemma's voor je opgesteld. Okay. Graag daarin een keuze maken met een motivatie erbij. Dat is goed. Speel je liever op kunstgras of natuurgras? Ja, ik ben toch wel meer een fan van gras. Al moet ik wel toegeven dat sommige kunstgrasvelden ook wel goed zijn. Er zit wel echt een verschil. Sommige zijn wat stroever dan andere. Maar mijn voorkeur gaat toch wel uit naar gras. Zie je liever Lionel Messi of Cristiano Ronaldo spelen? Dat is voor mij een makkelijke vraag. Dat is Messi. Ik ben wel echt een Barca-fan al jaren. Al gaat nu wel wat minder, maar toch wel meer Messi dan Ronaldo. Laten we het dan maar niet over de laatste uitslag hebben. Nee, dat was niet best. Word je liever kampioen in de derde divisie of hou je liever de halve finale van de KNVB-beker? Dan denk ik toch... Ja, kampioenschappen in de derde divisie. Natuurlijk zijn de bekersuccessen zijn altijd leuk. Zijn leuke potjes als je ver komt natuurlijk. Maar kampioenschap is wel iets waar je heel jaar hard voor hebt gestreden. En uiteindelijk mooie beloning dat je weer in de tweede divisie kan spelen. Dus kies voor een kampioenschap. Liever een goal voorkomen of een goal scoren? Goal voorkomen. Wat is je absolute voetbalhoogtepunt? Sowieso mijn debuut bij FC Dordrecht, mijn debuut in het betaald voetbal. Als ik meer recenter ga kijken, dan is het toch wel mijn verkiezing tot de beste speler van het jaar bij Tech. Dat was het wel. En hoe ben je zo van Tech bij VVSB terechtgekomen? Ja, ik ben in contact gekomen met de trainer. Ik gaf aan eigenlijk dat ik opensta voor clubs meer in de buurt van Zaandam. Wel een aantal gesprekken gehad met meerdere clubs ook, alleen het gevoel klinkt heel cliché, maar het gevoel was gewoon heel goed bij de gesprekken met de trainer en dat was voor mij echt doorslaggevend. En hoe zijn de eerste weken bevallen? De eerste weken goed. De eerste weken is natuurlijk even wennen natuurlijk, na 5 jaar weer een andere club. Maar gewoon goed opgevangen door de club, door de staf, spelers en gewoon echt een heel warm gevoel en smaakt naar meer eigenlijk. Tegen bijvoorbeeld ben je geblesseerd geraakt. Hoe staat het daar nu mee? Ja, het gaat wel iets beter in het herstel. In het begin was even schrikken omdat mijn enkel echt goed dik is geworden. En moest ik ook zelfs even op krukken lopen. Maar zoals nu, hoe het er nu voor staat, loop ik wel weer gewoon buiten en kan ik mijn oefeningetjes doen met Bob. Dus het gaat de goede kant op. Mooi, goed om te horen. Wanneer is jouw seizoen geslaagd? Het seizoen is geslaagd als wij sowieso bovenin meedraaien met VVSB. Periodetitel pakken. Die is natuurlijk per direct promoveren, maar als het via na competitie is, dan is dat ook goed, dan is het wel geslaagd. Mooie doelstellingen. Ja. Dankjewel. Geen probleem.